Nou ja, de verhuizing is natuurlijk al gedaan. Iedereen had voor de kerstvakantie ingepakt en vandaag is de eerste werkdag. En omdat we echt starten met een nieuw werkconcept, was het gewoon heel belangrijk om samen te starten. En ja, vanaf 7 uur druppelde het langzaam binnen met een piek tussen 8 en 9. En iedereen is rustig gestart met zijn dozen uit te pakken, een kopje koffie te nemen, gewoon eens even te landen. We moeten even wennen aan een nieuwe werkomgeving en dat kost even tijd. Kun je iets meer vertellen over die nieuwe werkomgeving? Ja, ik denk dat de grootste verandering is dat we echt van ik naar wij gaan, zeg ik altijd. Veel minder eigen kamers, we gaan de werkomgeving delen. Diensten komen allemaal samen, dus alle diensten zitten nu bij elkaar. En dat is denk ik wel een van de grote veranderingen ten opzichte van voorheen. Achter je hebben we een helpdesk. Yes. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Ja, wij vonden het vooral super belangrijk dat iedereen snel geholpen wordt met zijn vragen. Dus we hebben hier achter ons pantry ingericht, maar ook aan de andere kant. En ook bij het college in de plint. We hebben digicoaches rondlopen, mensen van AMVS voor het goed instellen van je stoel. Dat het vooral alle vragen die er zijn, dat we mensen daarbij goed en snel kunnen helpen. Wij zijn de mediatheek voor de Eindhoven School of Education aan het inrichten. Wij zijn de eerste graads masteropleiding van beta-vakken van de TU. Wij leiden de studenten op voor ISCA's leraar. Ze kunnen hier boeken raadplegen en lenen. En wat vindt u van het gebouw? Ja, het ziet er prachtig uit en biedt volgens mij ook allerlei mogelijkheden voor ja, op andere manieren werken, flexibel werken. Het is nog wel even een beetje zoeken van... Ja, waar ga je zitten en wat neem je dan mee? Heel mooi gebouw, goede locatie, zo hoog bovenin, mooie uitzichten. En flexen bevalt prima hoor. Ik zit gezellig met collega's en ik kom ook zo andere mensen tegen die ik normaal niet zo vaak zie. Dus. Dit is een mooie ruimte waar we z'n vieren zitten. Dus het lijkt toch een beetje een soort van kantoortje. Het is alleen verschrikkelijk koud nog hier. Ja, je kan wel kiezen naast wie ga ik vandaag zitten. Maar als je wat minder vroeg opstart zoals ik, dan is het even afwachten welke plekjes er nog beschikbaar zijn. Kluisjes is wel een probleem, denk ik. Ik heb er nog geen gevonden, maar ik zou gewoon anders mee naar huis. En ik had al geen spullen meer behalve mijn laptop. Ik had voorheen een kamer helemaal alleen. En nou in een grote ruimte met meer mensen om me heen. Bevalt me op zich prima. Ik spreek de collega's wat makkelijker aan. Het zorgt ook voor meer verstoring, omdat er heel veel mensen continu langslopen. Maar dat is een kwestie van wennen, neem ik aan. Dat hoop ik. Ja.